Ik heb het gezegd in de context van, stel nou dat het allemaal niet gaat lukken met dat uitzetten. Hè? Dan hebben wij mensen die in de illegaliteit verblijven. Moet je dan niet eigen voor je geld kiezen en zeggen, nou dan verlengen we de verblijfsvergunning, zodat we ze in de gaten kunnen houden? Nogmaals, ik kies er niet voor om crimineel gedrag te belonen. Dus wij gaan eraan werken om deze persoon ook daadwerkelijk uit te zetten. Meneer Holthuis. En dat kan. Oh. Meneer Holthuis. Maar tegelijkertijd zegt u van, ja, maar hoe we dat gaan doen, dat weet ik nog niet precies. Ik ga wel mijn best doen, maar ik weet nog niet precies hoe ik het ga doen. Ja. Dan is er toch het gevaar dat mensen in de illegaliteit verdwijnen. Er zijn natuurlijk wel procedures voor om mensen daadwerkelijk uit te zetten. Die zijn er, die werken ook. Want het is niet zo dat er helemaal niemand meer uitgezet wordt. Dat is niet het geval. Wat ik ook al eerder aan heb gegeven is, het klopt dat het niet altijd lukt om iedereen eruit te zetten. Want als ik zou zeggen dat het wel zo is, dan klopt dat niet. Je moet wel dingen zeggen die klopt. Maar we gaan er wel keihard aan werken om dat wel te gaan bewerkstelligen. En we weten ook wel waar knelpunten zitten. Dus die gaan we ook oplossen. Maar nogmaals, crimineel gedrag mag simpelweg nooit worden beloond. Dan moeten we niet denken van, nou, het lukt niet, dus gaan we het maar toestaan. Dat gaan we niet doen. Tot slot, meneer Holthuis. Ik probeer het nog één keer. Dus, kijk, ik kan me eventueel een redenatie bij de minister voorstellen. Die zegt van, ik ga er wat pragmatisch in zitten. Ik heb nog niet helemaal op orde hoe ik het ga aanpakken. Laat ik voor de time being wel ervoor zorgen dat mensen onder radar blijven en niet verdwijnen in de illegaliteit. Nou, er is natuurlijk al wel instrumentarium voor om mensen wel gewoon om mensen vast te houden of met een meldplicht of iets dergelijks. Dus het hoeft niet altijd zo te zijn dat ze helemaal verdwijnen. Maar nogmaals, dat er een risico is dat ze verdwijnen in illegaliteit, is voor mij niet de reden om crimineel gedrag simpelweg niet te lonen. En wat ik al eerder heb gezegd, ik ga het nog een keer proberen. Ondertussen zetten wij ons keihard in, zet ik me keihard in om te gaan bewerkstelligen dat het uitzettingspercentage omhoog gaat, dat we dat maximaliseren. De heer Dietrich. Voorzitter, hoe verhoudt zich dit dan tot de doelstelling van het wetsvoorstel om Nederland veiliger te maken? Want dat staat in alle stukken, daar begonnen we ook mee. Ja. Maar ik hoor de minister ook zeggen van, ja, het zal niet altijd lukken om dit soort vreemdelingen die ernstige criminele feiten hebben gepleegd, het land uit te zetten en soms verdwijnen ze onder de radar. Daar wordt Nederland toch niet veiliger van? Maar u gaat er nu, ik zeg u via de voorzitter, dat u er nu compleet aan voorbij gaat dat er ook succesvolle uitzettingen zijn. Het is niet zo dat er geen één wordt uitgezet. Iedereen die een zeer strafbaar of een zwaar strafbaar feit heeft gepleegd en daar een onherroepelijke veroordeling voor heeft, iedereen die we daarmee uit kunnen zetten is winst. Maar ik zou ook kunnen zeggen, iedereen die niet uitgezet kan worden, die zo'n ernstig misdrijf heeft gepleegd en die onder de radar verdwijnt, is een groot risico voor de Nederlandse samenleving. U bent als minister hier ook verantwoordelijk voor. Vragen we, hoe kunnen we dit meten dat het inderdaad verbeteringen met zich mee gaat brengen? En ja, dan zegt u weer dat dat niet kan. Dus we lopen ergens tegen een muur op. Nee. En we kunnen niet als Kamer controleren of Nederland veiliger wordt met dit wetsvoorstel. Nee. Meneer Dietrich die maakt zich zorgen over het feit dat er mensen dan eventueel in Nederland los blijven lopen. Als we de verblijfsvergunning verlengen, is dat ook het geval. Dan blijven ze hier ook lopen. Maar meneer Dietrich gaat er ook aan voorbij dat er ook succesvolle uitzettingen zijn. Dat het niet zo is dat er geen eentje wordt uitgezet. Dus dat is al winst. Daarbij over het bijhouden of het kunnen evalueren van de effectiviteit van de wet. We gaan gewoon bijhouden hoeveel mensen er worden in aanmerking komen voor het niet verlengen van een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd. Dat gaat de IND bijhouden. Tot slot, meneer Dietrich. Tot slot, het punt van de heer Holthuis en van de fractie van D66 is dat als je mensen een meldplicht geeft of via de reclassering, toezicht of op een andere manier, dan weet je in ieder geval waar ze zijn. Daar heb je natuurlijk een verblijfsvergunning voor nodig. Dat zou die van bepaalde tijd kunnen zijn, die wat verlengd wordt
totdat de uitzetting gerealiseerd is. Dus in die tussenperiode, ik geloof dat mevrouw Bering-Koppie daar ook over gesproken heeft, die tussenperiode willen we Nederland ook veilig houden. En we zoeken naar een antwoord van deze minister hoe dat mogelijk is. En dat hebt u nog niet gegeven. Ben ik niet helemaal met meneer Dietrich eens. Het is namelijk zo dat als wij dus gewoon een vergunning weer geven, dan blijft die persoon ook in Nederland lopen. Als wij de vergunning niet geven, is hij in ieder geval, heeft hij geen legale grond om hier te blijven. En het is nogmaals, het is niet zo dat het nooit lukt dat het niet zo is dat we niemand uitzetten. Iedere terrorist die we uit kunnen zetten, is winst. En nogmaals, crimineel gedrag mag nooit lonen. Ik heb het idee dat ik een aantal dingen nu vaker voorbij heb begint te horen komen. Maar meneer Schalk heeft nog een nieuwe vraag. Ja, voorzitter, vooral een bevestigende vraag, want een paar minuten geleden ging ik ook staan, toen dacht ik van nou, ik wacht toch heel even af. Want nu hoorde ik de minister weer heel duidelijk zeggen dat de IND wel duidelijk gaat bijhouden hoeveel mensen afgewezen worden, zeg maar, voor hun permanente verblijfsvergunning. Dat we dat gaan monitoren, dat we die cijfers zo meteen vast hebben, dat er helderheid is over hoe dat in zijn werk gaat. Ja, als u het zegt over monitoren, moet ik toch wel even duidelijk stellen. Het gaat er dus om hoeveel personen er in aanmerking komen voor het niet verlengen. Daar heb ik het over. De heer Schalk. Ja, voorzitter, dat begrijp ik. Hè. Dus dat is de eerste stap. We moeten in ieder geval weten over welke aantallen we het hebben. Hoewel het niet kwantitatief is, zoals u vandaag al gezegd heeft, maar kwalitatief. Maar toch zijn die kwantitatieve cijfers interessant. Ja. Vervolgens kan ik me ook voorstellen dat we op basis van die cijfers van de IND, stel voor dat het er toch meer zijn dan dat we gedacht hebben, dat je ook gaat kijken van en wat gebeurt daar dan mee? En ik snap dat dat nog ingewikkeld is voor het IND om dat helemaal precies te gaan bijhouden, maar het kan zomaar zijn dat dat van belang is voor de toekomst. Ja, maar zoals het nu is, gaan we dat nu nog niet doen. Daar moet ik eerlijk in zijn. Er wordt al wel gekeken, dat stond ook in de migratie. Ik heb het net wel genoemd, ik ben even de naam kwijt. Er komt altijd een overzicht van over het migratiebeleid. De staat van de migratie, dankjewel meneer Dietrich. Daar staat wel in wat er met diverse personen gebeurt. Dat is terug te lezen. Dat is mevrouw Karimi, volgens mij. Dat is op een andere plaats te vinden, dat is waar. Maar we hebben zometeen in ieder geval cijfers. En die gaan we jaarlijks krijgen ook, zo, van hoeveel IND heeft afgewezen. Nou, ik neem aan dat dat wel terugkomt in de rapportage, ja. Want anders hoeven we het niet te gaan doen. Als we er niks meer mee doen.